Klaas Nuninga, Piet Keizer, Sjaak Zwart en Johan Cruijff. Op de beroemde foto van Paul Huf ziet de cover van het nieuwe boek van Maarten Spanjer, toen Godenzonen niet bestonden. Afgelopen zaterdag signeerde hij de ode aan zijn voetbalhelden in boekhandel Venstra. Ja, dat waren dus geen Godenzonen. Ze kwamen nog niet met een kind aan hun arm het veld op. Ze stapten nog niet uit de bus met een koptelefoon op. Het waren nog geen wandelende reclamezuilen. En ze hadden in plaats van een garage met drie bolides, hadden ze een sigarenzaak. Dus dat was toch een hele andere tijd. Ik hoor ook iets, dat klinkt een beetje als irritatie bij u. Dat u het jammer vindt dat dat er niet meer is en dat het nu zo anders geworden is. Ik vind het wel jammer, maar ja, dat is nou eenmaal zo. Kijk, je kan je ook irriteren wat ik niet doe aan gigantische idiote bedragen die spelers verdienen. Maar ja, dat is de marktwerking. Ik bedoel, daar kan je toch niks aan doen. Ik bedoel, ik verdien op elk boek verdien ik 2 euro. Nou, daar kan ik me ook kwaad op maken. Maar ik heb het geschreven. Ik moet het nog verkopen. Hè? Ik moet er een praatje. De uitgever en de winkelier verdienen er meer aan. Maar dat is nou eenmaal de marktwerking. Spanjer, die zelf ooit 1 wedstrijd in het betaalde voetbal speelde voor FC Amsterdam, vindt de huidige tijd waarin voetballers echt als goden worden gezien maar een beetje overdreven. De tijd van helden is voor hem voorbij. Op een gegeven moment ben je op een leeftijd en heb je geen helden meer. Wat ook jammer is, dat heb je niet in de hand. Maar ja, vroeger keek je als kind, kreeg je natuurlijk huishoog, keek je op tegen Piet Keijzer en Johan Cruijff. Dat waren echt helden. Maar ja, naarmate je ouder wordt, dat lijkt me ook een gezond proces. Dan kijk je niet meer op tegen mensen. Want dan denk je ook van ja, ze worden allemaal een keer ziek en ze gaan allemaal een keer dood. Dus leuk dat ze wat kunnen, maar ik kijk er niet meer tegenop. Maandag vanaf 4 uur in het live EK-programma Amstelveense Bondscoaches van RTVA laat Maarten Spanjer zijn licht schijnen over het Nederlands elftal.